Yo! Uilen! Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe aflevering van Plants vs. Zombies! Deze video is sinds lang niet online gekomen, maar gaat u zo! Ah! Er waren vast mensen die zich doodschrokken bij dat. Ik zet het geluid van mezelf even wat zachter. Ik heb dit spel lang niet meer aangeraakt. Lang ook niet meer op mijn iPhone gespeeld, lang niet meer op mijn PC gespeeld, gewoon lang niet meer gespeeld, lang niet meer geopneemd. Ja, ik ben echt heel slim. Ik ben nog steeds dezelfde Niels hoor. Ik ben niet opeens gemuteerd door een of andere rare zombies die jullie hier zien. Deze gast heeft me wel overreden, dat is het enige jammer. Daarom ben ik nu dood. Ik neem het namelijk op als zombie, wat? Eerst zeg ik nog, er is niks met me gebeurd, maar daarna zeg ik, ik neem dit op als zombie. Logica bestaat. Maar daarom kijk je Uilen Gaming, omdat natuurlijk jij niet houdt van logica. Als je houdt van logica en niet houdt van dingen die tegen logica ingaan, what the fuck, waarom kijk je dan? Dat is nog steeds even mijn vraag. Dit, en dan gaan we beginnen. Misschien had ik deze beter in kunnen ruilen over de normale. Maar in ieder geval, ja. We hebben gewoon alle plantjes die ik nodig heb. Voor de rest, vandaag wil ik het hebben. Ik weet niet of ik een ander verhaal had beloofd de vorige aflevering of iets. In ieder geval, als ik dat had beloofd, komt het volgende aflevering. Van deze aflevering wil ik vertellen waarom ik uilen zo cool vind. Waarom uilen mijn lievelingsdier zijn en hoe dat is gekomen. Nou, het komt erop neer, ons verhaal begint dat wij een dag naar een museum toe gingen. Want wij verveelden ons op een zondag of zo. En toen gingen we naar, ik noem het altijd Artis, maar het is Naturalis. Ik ben het een keer niet vergeten. Yes! Ik vergeet altijd de naam en dan denk ik, is het Artis? Nee. En ik kon er gewoon op neer, het was Naturalis. Ja, dat was het. Daar gingen we heen en het was niet eens zozeer dat ik een skelet van een uil zag daar, want iedereen die Naturalis kent, het is een heel groot museum met allemaal skeletten van dieren en allemaal opgezette dieren. Het was heel cool is dat. Maar daar ging het niet om. Het ging niet om een skelet van een dier wat ik heel cool vond van een uil. Maar het ging om een plekje waar voor kinderen waar je kon spelen. Daar gaat het heen. Ja, daar gaat het serieus heen. Even, die man moet even dood. Er was zo'n ding met, hier kun je dieren te eten geven. Had je zo'n plastic dingetje, nou als ze het wouden, als ze het aten, deden ze hun bek open, hè. Ik trek wel vaker mijn bek open. Maar dan stop ik of iets in, of ik zeg iets, ja. Maar die wouden er, ja, dan moest jij er iets in stoppen. Het klinkt heel verkeerd als ik er zo over nadenk, dat jij er iets in moest stoppen. Kon ook een langwerpig ding zijn. Niels, dit klinkt nu echt te verkeerd. Dit klinkt echt te verkeerd. Maar in ieder geval, je moest iets in hun muil proppen. Gewoon hun fucking vreten moest jij in hun muil duwen. Zo van, hier, wil je dit? Ah, dit is hun bek open zo. En dan gaf je het aan hun. Lekker. Ja, lekker smikkelen en smakkelen op je beeldscherm, wat? Niks op het beeldscherm, want dat is gewoon in het echt. Nou, het komt er dus op neer dat ik deed. En dat was een hele coole uil. En die, toen deden we het hele ding van, meneer wilt u dit, meneer wilt u dat? En dan iedere keer als ze hun bek open deden ze van, oh fuck jou, je krijgt het niet. En ja, iedere keer als hij het niet wou, dat ze van, hier in je muil. Ja. Ja, en dat was het bijzondere verhaal, hoe ik zo ook uilen cool vond, want het was een meneer uil, die was gewoon vet cool. Hij was dan de enige die tenminste ik wel, snap je, ze voelde gaf, omdat hij tenminste wel cool was, in tegenstelling tot aan de andere bitches, was hij tenminste wel cool. Nou, computer is overbelast, waarom? Ik snap het niet. Hier vindt hij daar voor die duikmans. Voor de mensen die niet weten, dit is een duikmans. Die is erg kut. Dit is moeilijk geld. Dus ja, dat is eventjes waarom. Ja. Dat mijn lievelingsdier gewoon is een uil.
als jullie je dat afvroegen. Nou, congratulations, you know it now. Bitch. Wat? Die heeft dood. En ja, ik vind het spel gewoon een leuk spelletje. Dus ja, dan vertel ik dit jullie. Dit is dus eventjes waarom ik uilen zo cool vind. En waarom mijn kanaal is Uilengaming heet. Want ja, ik dacht, hey, uilen zijn coole dieren. Ik wil een gamekanaal doen. En toen dacht ik, ja, nou. Serpent Gameplay heeft ook een dier. Dus dacht ik, hey, fuck it. Waarom niet uilen? Want uilen zijn gewoon fucking beast. En als jij een uil niet cool vindt, dan ben ik ook zoals voor de nieuwe Pokémon Sun and Moon. Ben ik hashtag team. Ja, welk team eigenlijk? Kut. Weet ik nu serieus niet meer hoe die heet. Rowlet. Sorry, ik ben niet dom. Het was maar een prank. Het was gewoon een test of jullie het in het echt zouden zeggen. Het is niet zo dat ik dat kan horen, maar als ik het kon horen, weet ik zeker dat je zou zeggen Rowlet. Jou boeit de nieuwe Pokémon helemaal niks. Weet je, dat kan best dat jouw nieuwe Pokémon game helemaal niks boeit. Maar mij wel, snap je? Ik wil hem echt. Dus ja. Dood aan jou, la. Dood aan jou. Zo, dat was dus mijn mooie lied. La. Dood aan jou. Ja, ik vind het een erg vreugdevol lied. Echt veel vreugd en erg veel vol. Wat? Muntjes. Wat? Muntjes? Nee, geen muntjes. Dood jij! Dood, meneer de Jalapeno. De Jalapenus. Hoe is dit? Ook wel de Jalapenus. Gewoon de penis. Jalapenus. Ja. Oh, kijk, die is goed voor dit. Kijk. Pauw, vuur. En dat ding laat normaal een ijsboor achter over een bobsleeman team komt. Het zijn gewoon vier. Die eerst een kaartje zitten die kapot gaat als ze uit zijn over het sneeuw. Of ze gaan er gewoon, of als je dat karretje kapot maakt. Maar door dit ding is er ook gewoon geen sneeuw meer. En dit ding maakt hem ook niet in één keer dood volgens mij. Dus ja, ik hoop dat hij dat ding niet kan opeten. What the fuck, fuck jou. What the fuck jou. Kut. Maak je het hem in één keer dood? Oh, gelukkig wel, ja. Maar nu komt het dus wel bobslee team. Team bobslijm. Wat? Ja, precies. Kijk, dit ding gaat dus nu even maximaal. Oh. Maximale penetratie in je beeld. In je pil. Wat? Dat heb ik dan weer liever niet. Ik heb liever geen maximale penetratie in mijn pil. Want ja, dat voelt gewoon niet fijn, denk ik. Ik heb het nog nooit gevoeld, gelukkig. Lijkt me niet zo fijn. Wow, mijn hele beeldscherm flikkerde uit elkaar. Ja, nee, dat is eigenlijk niet waar. Eigenlijk stoot ik gewoon tegen mijn bureau en trilde het. Maar hey, ik noem het gewoon dat het uit elkaar flikkerde. Ik hou van overdrijven, jongens. Overdrijven is niet mijn vak, want mijn vak is zombies doodmaken. Geloof me, het is een erg boeiend vak. Kijk, dit zijn bobslee mannetjes. Ze konden er nog niet eens in zitten en hun bobslee car was al dood. Ik vind het erg zielig voor hun. Ja, dan was het gewoon op het normale gras. Grassenpas. Het gras groeit er maar pas. Die man moet even dood. Oh, hallo, doei. Oh, hallo, oh, toen ging je dood. Oh, doei. De Jalapenus heb ik trouwens hier ook. Ik ga sowieso trouwens nu de Jalapenus gebruiken. Hier voor deze kant. Je bent, ja. Ik ben toch fucking irritant. Waarom ook niet? Nou, hier. Als de game heel erg lag bij jullie, dan weet ik dat niet. Ik ga nu even kijken. Op dit moment werkt het gewoon goed genoeg. Maar aan de andere kant boeit de gameplay heel veel. Nee, natuurlijk niet. Voor mij meer. Want ik wil bijvoorbeeld, ik speel het omdat ik dat fijner vind om het daarbij gewoon een verhaaltje te vertellen. Oh, dit ding is gewoon nice. Die zeg je u tegen. Ik zeg altijd je tegen. Want het is een, ja, best wel nice ding. Maar het is
Het maakt van normale kogels gewoon zwier. En dat doet twee keer zoveel schade. Ja, ik zei schade. Oh, exposed. Dat is wel erg raar dat een manier om exposed te worden. Maar dit is een manier die waarschijnlijk bestaat. Ik wil deze ook. Ah. Ah. Die jalapenus heb ik waarschijnlijk nu niet echt nodig. Sorry jalapenus. Ik heb je niet nodig. Alhoewel dolfijnmannen erg kut zijn, heb ik het niet echt nodig. Dus! Was dat het enige verhaal dat je had? Ja. Ja. Ik ga nu even op mijn iPhone niet zoeken. Gewoon opzoeken even. Wat een leuk iets om het over te hebben. Ja, weet ik niet. Dat Pokémon Go nu een hele gehype is. En dat ik Pokémon Go wel leuk vind, weet je. Ik vind het een leuke game. Maar het stom vind ik dat er een nieuwe update is uitgekomen. Wow, ik heb 58 WhatsAppjes. Die ga ik niet allemaal lezen. Daar heb ik toch geen zin in. Ik open het even. En dan zeg ik zo wel fuck jullie. Nee, dat is echt zo. Ik wilde niet uit domino's.nl. Want ja, dat betekent ook dat ik er niet door gesponsord word. Het is waarschijnlijk omdat ik laatst op die reclame word. Google ga ik eventjes naartoe. Ja, ik ben wel gesponsord door Google. Waarom? Ja, nou eigenlijk ben ik niet gesponsord. Maar dankzij Google is het wel mogelijk. Dus weet je, ik bedank Google. Dus ik zeg dan eventjes, jongens, gebruik allemaal Google. Want Google de beste zoekmachine is, vind ik. Zo. Sorry, juist Google. Bedank me maar voor mijn gratis reclame. Want ik verdien niet eens geld met YouTube. En YouTube is jullie bedrijf, is jullie ding. Dus ja, jullie... YouTube is van Google. Op dit moment. Je hebt ook een Google Plus account nodig. Om... Het in de, om een YouTube kanaal te maken. Dat heb ik ook. Het is een, meerdere. Ik heb er twee. Eentje heb ik met mijn echte e-mailadres. Met mijn dus officiële. En eentje heb ik gewoon met mijn Koning Earl e-mailadres. Wat? Ja. Oké, dus nu weet je allemaal mijn mail. Mijn mail van dit account dat ik nu gebruik is koningel@gmail.com. Dus ja, stuur daar al je vragen heen die je hebt. Nu gaan er sowieso duizenden spammers komen. Kan je iemand blokkeren op mail? Ik weet het niet. Als het mogelijk is, doe ik dat. Ik weet niet. Ik ben echt niet zo iemand die zoveel op mail gebruikt. Ik heb het gewoon eigenlijk gewoon alleen dat je het team moest hebben. En het is gewoon handig om soms die dingen van YouTube binnenkrijgt. Krijg je het via die mail binnen. Dus ik check hem sowieso iedere week wel. Maar ja. Hè, nu weet iedereen het. Woehoe, dat is heel cool. Deze gast mag even dood. Dankjewel. Dit is wel echt kut, want ja, nu moet ik dit dus doen. Ja, deze Tangleman, die kan dood via Tangela. Tangela is een Pokémon. Tangela, Tangela, weet ik veel. Hoe spreken jullie dat uit? Tangela of Tangela? Ik zeg Tangela. Oké, ik zoek nu eventjes op. Nu. Nu. Oké, nu.nl ga ik opzoeken, jongens. Ik ga nu kijken of er een leuk berichtje is. Is er een leuk berichtje op nu.nl wat ik jullie wil laten zien? Wat ik jullie weer tenminste over gaan vertellen. Ja, dit, ja. Oh, kut. Nee. Dood! Oké, ja. Dat was eventjes mijn harde frus. Oh, fuck. Weet je wat jij moet? Jij moet ook gewoon fucking dood. Nou, als het goed is, kill dit jou wel. Boom! Ja, dat vind ik erg leuk. Ik vond het wel erg, ja. Fucker. Ja, nu moet je gewoon echt dood en opdieven voor de rest van je leven. Ik weet niet echt of je nog een leven krijgt, maar... Hey, als je nog een leven krijgt, rot dan daar wel een even fucking op. Je dood. Nou, ik vind het echt kut hoor, die gast. Want door die gast kan ik serieus het moeilijker halen. Ja, dat is wel echt. Waarom, Niels, doe je dit nu midden in de video? Ik zie trouwens op dit moment helemaal niks. Opmerkelijk. Daar zoek ik altijd tussen, want dat is gewoon grappig. Dat is gewoon grappig. Daar heb je altijd van... Man, die ging dood doordat hij...
een pion op at. Ja. Overleefd val van... Wat? Hoe heeft een Duitse hond... een hond valverlift van 45 meter? Ja, dat wisten jullie waarschijnlijk niet, want dat is gewoon echt een grappige website. Als je ooit een Nupik.nl gaat... Duits leraar aangeklaagd voor nablijven. Kijk, dat is een leuk artikel. Nou, dat ga ik eventjes openen. Nou, huppa, op mijn mobiel. Hier. Het is trouwens geen sponsoring van nu.nl. Ik verdien geen enkele reet met deze video's. Als ik dan gesponsord zou worden, dan wel. En dan had ik gewoon die tijd eigenlijk gelogen. Want ik zeg altijd dat ik gewoon niks verdien. En dat is ook zo, weet je. Want hebben jullie ooit een reclame voor mijn video gezien? Nee, en daar verdien je geld mee. Dus, kortom, iedereen die reclames in zijn video's doet, doet het voor het geld. Dat is niet waar. Dat is echt niet waar. Dat is gewoon het slechtste wat ik kon zeggen. Maar het was wel grappig. Het was wel grappig. Ik ben bij de laatste wave. Nou, zit ik alleen hier de ding neer. Huppatee. Mooi, hè? Mooi ding, hè? Mooi, hè? Mooi, hè? Mooi ding, hè? Mooi, hè? Mooi, hè? Ik wil dit ding weghalen. Ik wil dit ding echt weg. Want ik hou van symmetrie. En dan, ja. Ah, kut ding. Ah, kut ding. Ah, kut ding. Ah, kut ding. Nee. Oké, okay, ik wil symmetrie. Ik ga sowieso met een symmetrisch ding eindigen. Oké. Okay. Tadaa, nu is het symmetrisch, snap je? Ja, oké. Okay. Zo wil ik eindigen. Alsjeblieft. Kill ze allebei. Kill ze allebei, kill. Kill, 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 kill. Anders plaats ik jou wel opnieuw, kill. Oké, okay, nice, kill. Dit is de talnut. In het Nederlands... was het eerst een walnoot. Dan is dit de wal groot. Vind ik wel grappig. ja, dat is gewoon nice. Heavy duty wal. Ja, niemand kan er overheen springen. Nou, is het zo. Dat we op 7 minuten in de video zitten. Dus volgende aflevering ga ik het hebben over de Duitse leraar die aangeklaagd werd voor nablijven. Nice. Ik maak er even een screenshot van. Oké, weet je wat? Ik lees het wel nu gewoon. En dan neem ik de volgende aflevering wel dra op. Of nou, ik weet niet. Waarschijnlijk heb ik het erover. Hier, ik heb het gescreenshot, het artikel. Dus ja, dan ga ik nu eventjes in mijn foto staat het nu. Dan kan ik het even doorlezen nu. En dan kan ik het, wanneer ik de volgende aflevering opneem, ga ik het dan of herhaal of ik ben het al lang vergeten. Nou, doei! Bye bye. Oh wow, ik wou op het kruis van de game klikken, maar de opname natuurlijk uitklikken. Domme ik, domme ik.